Voor wie Trompenburg nog niet kent, ga even terug in de tijd. In 1820 werd er net buiten de stad Rotterdam een aantal percelen weiland gekocht en die zijn omgevormd tot een buiten. Van mij uit welkom vanuit de NDV uiteraard. Het is weer mooi dat we bij elkaar kunnen komen. We hebben fantastische rondleiders vandaag, ook hier in Trompenburg. Werkers Pondeen. Oh ja, Pondeen. Hij is hier ontstaan op Trompenburg. Iedere keer wordt de top eruit gehaald om te kijken of hij het dan toch weer beter wil gaan doen. Nu, de laatste keer ontdekten wij, we liepen hier met Gert, dat hij heeft, dat noem je adventief wortels. Kijk eens, die kiwis. Dit zijn de jonge kiwis als we een goede zomer krijgen. Een hele... Vond hij de allermooiste hulst die er was. En ja, zoals u ziet is het een bontbladige hulst. Driekleurig. Dat is prachtig. Hij is echt zo mooi. Sympathica purpurea pendula. Een treurbeuk. Een treurbeuk heb je natuurlijk ook in vele soorten. Ja. En deze groeit heel mooi rijdt uit. En iedere keer komt er een nieuwe etage op die opnieuw weer breed uitgroeit. En dan gaat 1860 was er een landgoed in Schotland dat heette Doik. En de landgoedeigenaar liep lekker over zijn landgoed en zag een zuilvormige beuk. Nou, die was toen op de hele wereld nog niet bekend. Heel veel enten van genomen, wereldwijd verspreid. En wij kregen er twee in 1928. Dat al die beukennootjes mooi in dat zaaibedje. En ja, er kwamen 60% hele gewone beuken uit, niks bijzonders. Maar die 40%, die andere 40%, waren van die groene zuileiken, gele zuileiken, rode zuileiken. Het was fantastisch. Iedereen super blij. Helemaal leuk. Marokkaanse boombrem. Als hij in bloei is, beeldschoon geel. En het blad is eigenlijk het hele jaar door behaard. Zowel aan de onderkant als aan de bovenkant. Dus het heeft altijd een zilveren gloed. Nou, lopen we naar de makroen? Ja. Een hele grote te zien. Rhododendron corona griffithianum. Ik heb bij me. Wie pakt hem aan en denkt te weten wat het is? Ik denk een of ander iets. Ik vind dit is wel echt te leuk. Dit is een quiz. Voor jou. Je mag niet op het op. En deze is ook te leuk. Corrie. Te leuk. Ook echt. Ook ja. Ook zit er opeens in. Het is een iepje. Ja, het is inderdaad een iepje. Lekker een beetje ruwbladig. Heel kleinbladig. Geef. En dat is de Ulmus minor Jacqueline Hillier. Het middelste onderste is het kegeltje in wording. Dit zijn de mannen. En wie hier iets, dit stukje iets over kan zeggen, vind ik erg knap. Jullie de bloei die ik liet zien daarnet. Hier zie je het heel veel. Nou, nee, ik zal het niet weten. Het is de Sinoyakia xylocarpa. Het staat heel dicht bij het entreegebouw. Die moeten we dus nader observeren. En dit zijn, dat is de Pinus breweriana. Het is een Californische treurden. En die is zeer bedreigd in zijn voortbestaan. Aan de rand zie je dat hij al vleeskleurig is, roodachtig. En dat is ook de herfstkleur van deze Eonimus. Okay. Zie je? Hij heeft de bloei als van een tamme kastanje. Ja. Maar dat is de mannelijke bloei, waar de vruchten, ze worden zo, kleine eikeltjes. En in 1971 bracht dit met wemelt hier van de bijen. En het is de Gleditia aquatica, een weinig voorkomende Gleditia. We kennen allemaal sommige de Gleditia teercantos.
En deze boom hoor je als het ware bloeien. Zo gezoen. We staan hier bij een kwerker. Ceris, een moseik. Als u naar het blad kijkt, dan denkt u waarschijnlijk aan een lekker bordje rucola. Ja. Ja, toch? En hij heet moseik omdat de eikeltjes zijn bemost, heet dit. Allemaal kleine scheutjes die iedere keer weer willen uitlopen. En ook dit is natuurlijk, stel dat deze boom ooit boven afbreekt. En dan heeft hij hier beneden honderden plekken waar hij eigenlijk weer met nieuwe scheuten gewoon een compleet nieuwe boom zou kunnen vormen. Dus... ontzettend leuk. Het is natuurlijk een oase te midden van de verstedelijking, vroeger te midden van de polder. Donk heeft een Engels landschapspark, zoals ze dat tegenwoordig noemen. Het is het oudste van Nederland, Engelse landschapspark. Samen met Bekenstein, dat is ongeveer gelijkertijd gedaan. Maar Huis ten Donk heeft het landschapspark compleet gemaakt. En als je nu de Engelse landschapspark hebt, dan heeft het dan meer een natuurlijke stijl die iets minder onderhoud vergt. Rode bladen, dus dit is een origineel rode beuk en die is 10 jaar geleden ongeveer is die, Maar uiteindelijk heb die bundelzwam het niet gedaan, want het is toch de honingzwam geweest die hem helemaal uitgehold heeft. Ja, okay. Ja. Kijk, dat is een uitlijk op. Oh ja. Van de zwarte noot. Oh ja, ja. Zie? En hij heeft hier wat ze noemen een olifantsvoet. Zie je dat? Dan krijgt hij allemaal ribbels, hij krijgt kousenvoeten, zijn sokken zakken een beetje af. Oude broekenboom. Ja. Oké. Okay. En pastenosterboom. Ja. Dat heb je ook al genoemd. Ja, ja, wel leuk hè. Alleen al die namen van. Van dit gebied moet een openbaar toegankelijk recreatiegebied worden, extensief. We laten daar een architect op los en die heeft dit plan ontwikkeld. Met een midden door een dijkje eigenlijk, een verhoogd dijkje. We staan nu hier en we kijken straks op deze 3 bulten. En die bulten die zijn beplant met de bomen. En we hebben nog een 4e bult, maar die ligt helemaal achterin. En daar komen we vandaag niet. Dus we gaan hier een tour maken over slingeren daar doorheen. Daar 3 bultjes. Ja. 2009 zag het er zo uit. Als je goed kijkt zie je wel net die terpen opgeworpen zijn. Ja. En we hebben daar in 2010 de eerste bomen geplant. Dat zag er toen zo uit. Met een kniepaaltje erbij. En wat gebeurt er? Iemand gaat hier staan oefenen met zijn golfsticks. De overkant van de dijk bedoelt. Ja, precies. Daar hoort goed erbij. Ja. Het is alleen jammer. Nu hebben ze plannen ontwikkeld. Op bult 1, dat is daar, je ziet al een paar bruine beuken en een paar hoge beuken bovenuit komen. Dat is de beukenheuvel, beukenterp. Dan hebben we hier eiken en eiken, andere eiken, herkomsten eiken en een gevarieerde beplanting van alles en nog wat. Wat we hier geplant hebben zijn zaailingen uit het wild, zaailingen van Trompenburg, geënte exemplaren die we gekregen hebben of die we zelf hebben laten enten. Dan begint dat beukenbos, waar ook Rhododendron ponticum groeit en Prunus laurus cerasus. Dat is eigenlijk een beetje bijzonder iets.
Als ik dit zie, dan denk ik meteen, hey, is hier toch ingezaaid. Dit komt eigenlijk van nature alleen voor in Zeeland. En dat is een dubbel kelk. Hij heeft dus twee kelken. Kijk maar. Dit is kelk. En eromheen zit een kelk. Ja. We hebben hier helemaal niks in geknipt. Dit is een eik met een andere afwijking dan de zuileiken. Deze maakt geen kop. Dus deze gaat alle kanten op. Beuk bedoel je? Beuk, sorry. Dit zaaisel van een stuk of 20 ongeveer. Toen we dat planten waren, dat zulke kleine dingetjes. Nou, dat wordt niks, maar die beuken die hebben het hier. Hij begint al een beetje dat sperk superbast te krijgen. Hè? Dus de Aziatische kurkeik. Kurkus variabilis. Deze is ook 10 jaar geleden geplant hier. Toen was die 1,5 meter. Dus die houdt ook erg van deze grondslag. En de wind en zo, dat deert hem niet. Kijk eens. Paginea. Beukachtige eik. Paginea. Ja, dit is een wilde zaailing uit Spanje. Maar daarachter staat Quercus pyrenaica. En dat is deze. En dat is fantastisch mooi zilvergrijs roze uitlopend blad. En die staat hier ook vol in de wind en in de zon. En die heeft het erg naar zijn zin. Bij Maarten en Jo Beumer terecht in Zundert. Die hadden maar gezien dat het mooi was. En ze hadden het zaaisel heette Quercus rhizophylla. En Quercus rhizophylla is een Mexicaanse eik met dik, glanzend, bobbelig blad. En omdat dit zo'n mooie plant was, hebben ze die Maya, de cultivarnaam Maya, gegeven. Nou, toen wij hem hier planten, dacht ik van nou ja, ik zie wel wat het wordt. Maar het ding doet het fantastisch. En hij groeit de hele zomer door en als elk jong schot, dat is rood. Ja, prachtig. En straks is dat helemaal donkergroen, dat blad, de hele winter. Dus dan heb je hier in die hele kale hoek, heb je opeens een wintergroene bol staan. Het is een feest.